ja, goedenavond iedereen. Ik ga de presentatie in het Nederlands doen, denk ik. Iedereen spreekt Nederlands. De slides zijn wel in het Engels. Maar er waren een paar mensen die zeiden dat het eventueel in het Engels zou moeten. In elk geval, ik ben dus Serijn GHMG. En ik ga het vandaag hebben over Drupal 8 decoupled. Misschien om te beginnen wie dat ik ben. Ik ben een voltijds Drupal developer bij Ausi. Fullstack. Ik ben een DevOps enthousiast. Dat is in mode momenteel. Ik klim, liefst niet al te hoog. Ik boulder vooral, ik schaak. En ik doe improvisatietheater. Het is ook de eerste keer dat ik spreek. Dus als het echt niet goed gaat, ziet je dat misschien nog wel vanavond. Misschien even voor mijn show of hands. Waar dat jullie ervaringsniveaus ongeveer liggen. Wie heeft er echt veel ervaring met Drupal 8? Of? Ja, dan maar. Awesome. Ik vermoed dat jullie decoupled, iemand al een decoupled project gebouwd. JSON API. Ja, kijk dan naar de ene persoon. REST API ook. Custom REST. Hey, ook RPG? Ik heb wel eens een statische site gebouwd, dat was ook decoupled. Oké. Okay. Automation. Ja, ik zei, ik ben een DevOps enthousiast en ik vind dat belangrijk. Ik weet niet wie dat daar al mee bezig is. Dat gaat niet uitgebreid aan bod komen. Composer libraries, ik vermoed de Drupal 8 mensen allemaal Composer gebruiken. Ook al zelf libraries en components bijgemaakt, of bundles. Ja. Okay. En dan ja, die serialization, essentieel deel van REST. Ik weet niet, eventueel kom ik daar op de theorie nog een beetje terug als dat relevant is. Dus dan een disclaimer. De meeste CMS'en van Drupal zijn eigenlijk geen API's. Aangezien dat we er heel vaak zelden of niet naar posten. Drupal heeft al een vrij intricate vormsysteem. Het is niet zo simpel om bij te bouwen, vaak met paragraphs, al dat soort datamodel dat erbij komt. Vandaag het gaat hier ook eigenlijk over twee meer data providers, dan dat het echt gaat over een full-scale API waar je met je formulierkant aan werkt. Oké, ik ga mij op vier punten van een project focussen. De grotere architectuur, dat belangrijk lijkt mij, ook om te blijven rollen. Hoe dat ik een endpoint, hoe beslis ik welke spec dat ik kies, hoe beslis ik dat soort zaken, hoe bouw ik mijn endpoints op. Welke consumers, er zijn heel veel verschillende soorten API's, allemaal anders. En dan de DevOps kant, hoe hou ik dat aan de gang. Dus naar architectuur, een van mijn favoriete citaten van eigenlijk een van mijn verre collega's, die bij de Europese Commissie wint. Bezint eer je begint, dit is echt vaak veel uitgebreider dan een standaard project. Daar zit best wel wat achter. Dat gaat ook veel langer mee. De lifecycle van een gemiddelde site is 3 jaar. Ik denk dat de meeste API's makkelijk 5-6 jaar halen. Dus zeker belangrijk. Mijn eerste grote citaat daarin is dan simplicity in structure is echt niet hetzelfde als simplicity in code. Heel vaak zie ik developers die de neiging hebben om vrij snel kort iets te implementeren. En dan die code heel zuiver te schrijven, maar eigenlijk niet aan die grotere structuur denken. API's en gelaagde applicaties zijn echt by nature dat je dat goed splitst. Ook om het onderhoudbaar te houden, ook om het leesbaar te houden. Dus ja, dat komt dan bij het tweede puntje. Separate concerns, heel duidelijk. Jij weet waar data vandaan komt. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, elke klasse heeft zijn verantwoordelijkheid. Hoe goed of slecht die code binnen die klasse is, is vaak secundair aan het feit dat die verantwoordelijkheid binnen dat stukje van je applicatie blijft. Dat is... Ja, dus schets al die stukjes uit, ook de data-overlap. Je hebt een achtergrond-API, kom straks ook met praktische voorbeelden. Ik ga iets trager praten, misschien ook. Elke plaats waar dat twee applicaties tegen elkaar komen van data, is een frictiepunt. Dus schets dat echt heel duidelijk uit, wees u daar heel bewust van. Want je kunt wel zoveel schijnen als dat je wilt, er gaat altijd wel een moment zijn dat het op twee plaatsen zou kunnen zitten. Wees u daar heel bewust van. En dan bouw die basislagen, zo solide als dat je kan. Test die ook uitgebreid, laat je niet te snel verleiden om de details daarbovenop te zetten. Maak die zo solide als dat je kan en werk dan pas voort op je volgende stukje. Ja, endpoints, uiteraard nodig. Ik denk dat er twee grote categorieën zijn en dan een heel spectrum daartussen. De meer structured data endpoints, waarin dat je echt vanuit je endpoint zelf data hebt en alle verantwoordelijkheid voor de aanvraag eigenlijk bij je consumer ligt. En de meer single-use custom endpoints die heel specifiek zijn voor één applicatie om op te gaan werken, maar die eigenlijk
naar API kant toe al wat afwijken. Eigenlijk niet zo proper, niet zo'n duidelijk schema hebben, maar wel zeker in het kunnen. Kies daar dan ook een specificatie in die goed voor u werkt. Je hebt dan structured data endpoints, heb je heel veel specificaties. Maar mogelijkerwijs zet jij veel beter af met gewoon een JSON stream. Zoek daarin een beetje uw weg, zie dat dat solide genoeg is. En denk altijd vooruit aan scaling. Niet alleen in de breedte van performantie, maar ook in de toekomst. API's gaan lang mee. Als het een beetje een succes is, wat je altijd hoopt natuurlijk, en je hebt het te snel gedaan en je hebt niet gedacht hoe dat je in de toekomst gaat schalen, kan het heel snel zijn dat je tegen je klant moet zeggen, sorry, eigenlijk gaat dat al niet meer. En dan zegt die klant, jammer, ik wou een API, zodat dat meeging. En dan zegt je, ja, maar we dachten niet dat het een succes ging zijn. Laten we daar niet voor gaan. Dus denk daar echt vanaf het begin aan. Beter een beetje te veel dan een beetje te weinig, heb ik gemerkt. Want je krijgt dat echt niet verkocht. Dus, dan consumers, die heb je ook in alle vormen en kleuren. Denk daar ook goed over na in het begin. Wat moet mijn consumer nu precies doen? Waarvoor dient die? Meestal de out-of-the-box oplossingen hebben niet alles wat je dan nodig hebt. Dus je gaat er één kiezen die je voldoende kunt uitbreiden om alles te doen. Daar komen ze niet op terug. Die gaan gekickstart moeten worden. Die gaan je informatie, je documentatie, eventueel een basislibrary, al dat soort dingen ga je nodig hebben. Schrijf dat duidelijk uit aan het begin. Wat dat erbij in het project gaat zitten en wat niet. Je hebt controlemechanismen nodig. Hoe gaat je die rate limiten? Gaat je dat controleren? Hoe gaat je die permissions handelen? Dat zit er ook zeker in. En dan monitoring en logging. Hè. Dat klinkt heel vaak vergeten. Een endpointje hebt, dat is gewoon ergens een controllertje, dat zweeft rond. Geen monitoring, geen logging, behalve ergens in uw rapportages, administratie reports, waar dan niemand ooit gaat kijken. Daar lopen er dan honderden door elkaar. Probeer dat ergens te centraliseren. Zie dat je dat binnenkrijgt. Is het mail, is het Slack, is het een Raven client, wat dan ook. Maar zet daar vanaf het begin mee op, want achteraf komt het er gewoon niet meer van. Dan DevOps. Mijn favoriete stukje staat er eigenlijk een beetje in om het wat aan te vullen. Weer 6 jaar is lang, zeker voor een project. Automation is handig, documenteert zichzelf vaak. Dat blijft vaak werken. Mensen hebben er zo wat schrik van, omdat ze zoiets hebben van ja, nu ga ik niet meer weten wat dat doet. In realiteit vergeet je eigenlijk veel sneller de stappen dan dat die code stopt mee werken. Dus automatiseer waar je kunt. Test waar dat je kunt, zoveel en zo hard als dat je kunt. Zie naar die scaling en kijk ook naar die setup. Er gaat altijd iemand nieuw bijkomen die dat ook moet gaan opzetten. Dat is heel erg vervelend dat de helft niet gedocumenteerd is en dat de setup maar half werkt, want dan heeft hij al geen goesting meer. En het eerste ding dat hij implementeert is een shortcut ergens in, want hij heeft het niet helemaal opgezet gekregen en nu heeft hij geen goesting meer. En dan steekt dat er maar in en het is om zeep. Dus, ja. Dus het eerste grote project dat we hebben gemaakt, of ik heb gemaakt, is de Port of Antwerp. Die hadden eigenlijk een heel groot idee uitgetekend. Die wouden al hun data centraal gaan beheren voor al hun sites. Daar kwam het op neer. Dus een single central CMS, Drupal 8 hadden zij gekozen. En zij hadden ook al gekozen dat hun frontend Symfony zou worden. Een beetje onorthodox toegegeven. Maar dat zou dus echt fully standalone PHP Symfony zijn, zonder database achter of niks. Gewoon applicatietje, omdat ze daar het meeste ervaring mee hadden al. En dan in hun backend hebben zij nog heel grote JavaScript-applicaties draaien om allerlei nautische zaken bij te houden. Die moeten ook verbonden worden, maar zouden altijd via de centrale Drupal gaan. Dat was al uitgetekend. Het eerste project was ook al naar acceptatie gegaan, om het zo te zeggen, op het moment dat ik daar begon. Dus bepaalde dingen waren al uitgeschreven, maar de core requirement was wel duidelijk. Alle content moeten zij kunnen pushen vanuit één plek. Dat moet duidelijk zijn voor de content editors. Zij kunnen zeggen, nieuws itempje, dat is voor die en die site. En dat moet gewoon verschijnen zonder dat er iemand moeilijk over doet. Er zijn 2 voorbeeldjes van. Ik kan die eens openklikken. De duurzame haven. Die ga je straks nog wel zien. Die staat online. Die is heel klein blijkbaar op dit grote scherm. Ja, die is heel klein, dus het is niet zo handig. Maar dat gewoon wat voor dat is. Oké, zwart. Aangezien dat niet werkt, ga je dat gewoon laten. Ik had er nog een paar voorbeeldjes in. Misschien weet er iemand wat je moet zoeken. Wat?
Ja, waarschijnlijk, maar dan staat deze misschien helemaal scheef. Dus je kunt altijd straks eventjes kijken. Het staat fijn. Alright, zo. Dus daar zijn al twee voorbeelden van. Alleen andere sites gaan er ook op komen. Ik denk dat het volledige plan was om uiteindelijk een 8 en 9 sites te hebben die erop draaien. Maar ja, dat is een heel groot probleem dat het duurt wel, denk ik. Nu, zoals ik al zei, er was al een bestaande architectuur. Die werd ook al gebruikt en die was gebouwd op basis van de JSON API. Misschien, ja, er was niet veel ervaring mee, denk ik. JSON API is eigenlijk een spec. Dat is niet... Er is ook een module JSON API, maar in essentie is dat een spec. Die is heel goed uitgeschreven, die heeft een heel duidelijke logica erachter. Die dient eigenlijk om te voorkomen dat je te veel calls maakt om verschillende data resources, maar dat je mooi kan includen en chainen. Je kunt dat gaan opzoeken, dat is allemaal goed gedocumenteerd en dat is heel snel te implementeren. Dat is een beetje het sales kind van Wim Leers geworden ondertussen. Je zet dat op, dat werkt. Je zet dat af, dat stopt er terug mee. Dat is op zich wel mooi. De nadelen zijn, dat is heel gestructureerd. Dat is echt API aan het verre spectrum van de kant, om het zo te zeggen. Daar heeft zit heel veel logica bij zijn consumers. Heel moeilijk om te customizen, zeker toen. Ondertussen zijn er al grote stappen in genomen, maar dat viel heel vaak tegen. En heeft geen enkele in een inherente vorm van version. Je hebt je JSON API endpoints. Die doen gewoon hun ding. Alles wat je aanpast komt op dat endpoint automatisch. Er is geen gelaagdheid ofzo. Dus dat is de JSON API. Waarom is dat relevant? We hadden de C-point site. C-point site was op zich mooi. Die deed niet veel. Die had wat informatie in search functie. Dat was het. Voor de Sustainable Port of Antwerp was het ontwerp veel, veel uitgebreider naar content toe. Daar kwamen filmpjes bij in tekst. Je kent de typische dingen, afbeeldingen, slideshows, al dat soort dingen, kwam er allemaal bij. Dus wat toen een standaard Drupal is, dan ondertussen, die zet er paragraphs op en je denkt, is goed, dan kunnen ze dat allemaal toevoegen. Ja, dus we hebben dat gedaan. En dan komt een eerste probleem. Dat zit in je return model, maakt dat heel unreliable. Als je een field hebt waar je dat tekst in zit, dat komt gewoon terug als tekst. Dat is makkelijk. Het probleem is, JSON API gemaakt om zo weinig mogelijk calls te maken. En zo weinig mogelijk data in te laden, dat laat niet automatisch al je referenties zien. Met dit soort spaghetti code, het gevolg. Ja, want ik heb hier mijn field rich body. In mijn field rich body zitten paragraphs. En in mijn paragraphs zou het wel eens kunnen dat een referentie naar een case zit. In mijn case nog een referentie naar een image. Dus om dat allemaal te willen renderen, moet ik eigenlijk al die data expliciet opvragen aan de API. Dit is een stukje uit... Ik denk dat het API helper klasse heette, om dat een beetje backwards compatible te maken. Ja, dat is echt glue code tot en met. Dat is verschrikkelijk. Elke keer als je een nieuwe paragraph aanmaakt, moet je ook gewoon een nieuw stukje aanmaken. Dus ja, dat was al een eerste probleem. Dus ja, dan fiddelen we een beetje. Hè? Ja, misschien op de eerste slide stond het ook duidelijk. Momenteel zitten alle Symfony frontends nog in één repository. Dus ik fiddel een beetje aan een stukje shared code. Ja, die C-point die er al stond, staat er niet meer. Dus moet ik terug gaan fixen. Ik fiddel daar nog wat aan. Dus spek dat het zo stilkens aan tot ons dagen. Ja, misschien was die technische analyse van dat eerste project toch niet zo lean als dat we dachten. Dus zijn we naar oplossingen beginnen zoeken. Een eerste oplossing, en eigenlijk belangrijk stuk dat je straks hebt gezegd. Het is heel belangrijk dat je structuur goed ziet. Dat kan niet anders. Dus het is duidelijk, we moeten die frontends gewoon uit elkaar trekken. Dat is ondenkbaar dat één frontend en een andere frontend aan elkaar verbonden zijn. Dat is onlogisch. Dat is unmanageable. Want ik pas ergens iets aan, dat valt weg. Ik kan dat ook niet vlot deployen, want stel nu dat ik 10 versies voor zit en dan moet ik een ander dingetje deployen. Dus alles uit elkaar in aparte repositories. Dat zet alle regressions ergens weg. Maakt config management ook veel makkelijker. Nu gaat hij een heel rare structuur waarin dat je een soort prefixing had van elk stukje config, wat dat dan weer leidde tot het feit dat je op elke applicatie die werd geplooid heel veel moeite moest gaan doen om te gaan uitzoeken welke applicatie dat jij was. Moet ik nu de POA? Of moet ik die prefix of die prefix? Dus dat hebben we allemaal uit elkaar getrokken, dat was wel genoeg. En dan zitten die gewoon
standalone repositories met versioning, dat gaat je mij nog veel zien zeggen. Daarmee gebruik ik standaard Semver versioning. Ik denk dat dat iedereen wel bekend is ondertussen. Van Composer, dus grootste versie, minor version en dan hotfix versions. Super handig, zeker omdat Composer en al dat soort dingen daar heel goed op werken. Je tags, je documentatie kun je allemaal automatiseren. Eigenlijk heel weinig werk om te beginnen implementeren. Elke keer als wij iets deployen, krijg je gewoon een nieuwe tag, punt. Ook al lijkt dat op een bepaald punt niet zo nuttig, dan heb je dat nodig en dan zijn we blij dat je elke keer die extra 10 seconden daar hebt ingestoken. Dus dat was de eerste stap. We hebben alle front-end versions uit elkaar getrokken. Dan hebben we de endpoints beginnen versionen. Zoals je daar juist zag, die glue code. Een beetje pijnlijk. Viel niet echt iets aan te doen binnen JSON API zelf. Die spec stond er. En, ja, niet tot overmaat van ramp, er was al een consumer. Dus we konden die ook niet eventjes helemaal opnieuw gaan herbouwen. Daar was dat te laat voor. Dus wat hebben we gedaan? We zijn versioning van endpoints beginnen toevoegen binnen de applicatie. Ik raad dat ook altijd aan, als ik een API maak, dat je gewoon standaard je endpoints een version meegeeft. Je weet maar nooit wat er gebeurt. Je kunt dat achteraf heel moeilijk doen. Dan zit het er al in. We hebben gezegd, ja, de V0 die gebruiken we al. De C-point runt er al op. Die gaan we op de JSON API prefix laten staan, zodat we daar zeker geen regressies op hebben. En de V1 die gaan we opnieuw beginnen bouwen in REST, waar dat we veel meer logica naar onze Drupal-kant kunnen trekken, die nu eigenlijk in de consumer library zit. Oops, beat ook op terug. Dus de consumer library, dat dingetje. We hebben nu niet meer één repository met de frontend, maar een shared bundle. We hebben er 2 en dat gaat gaan naar 8. Dus ja, dan moeten we wel ergens zien dat we dat kunnen centraliseren. We hebben die er helemaal uitgetrokken. En we hebben daar een aparte Composer library van gemaakt. En die ook met Composer geïntegreerd in elk van de projecten. Weer versioned. En daar zit ook wat extra logica in om onze data te gaan casten naar objecten. De oorspronkelijke versie pakte gewoon die in JSON en zwierde die in die template. Ja, niet altijd even testbaar, zou ik zeggen. Dus we zijn die beginnen casten. Er zijn heel veel voorbeelden van API-dingen. Je kent wel, nieuw client, je steekt je paswoord en je ding is erin gezegd, list dat item en die geeft u een lijstje van first class PHP-klassen. Dus dat hebben we zeker gemaakt. Composer gestoken en beginnen integreren op alle nieuwe. Oké, nu dat we dat allemaal hadden, hadden we wel het gevoel dat we terug konden beginnen met eraan te werken. En dan bleek, ja, we hebben nog heel veel custom endpoints nodig. We hebben die JSON API endpoints, die zijn leuk, we hebben die wat herwerkt naar een V1. Die is ook al een stuk zuiverder en mooier genormalized. Dan moet daar nog een solar search in, daar moet de routing in, daar moet de translations in. Die menus zitten niet standaard in een JSON API. Dus daar kan eigenlijk nog heel wat bij kijken. Hou daar rekening mee, zeker. Met het project dat wij moesten, wij dat ze eigenlijk een soort content push willen. Maar ze willen eigenlijk ook dat zij alles kunnen beheren. Je kunt niet zeggen, ah, de paginatjes staan daar. Nee, ze willen dat in het menu kunnen zetten en dat en dat en dat. Dus daar kwam nog wel heel wat bij kijken. Wees u daar zeker bewust van. Het belangrijkste hier is ook de app metadata, waar dat we eigenlijk simpele key values ook naar apps kunnen gaan meegeven. Om zo al die edge cases op te vangen. Ik denk dat Solr is echt rechtstreeks op de Solr ingeschreven. Op de plugins van Facets, verder uitgebreid en automatisch in endpoints gecast. Routing is per app die er dan opkwam, effectief naar een aparte table waar je dat je hele routing kon beheren. Symfony is geen one-page applicatie zoals React, dus dat is nodig. Dat is jammer, want dat is heel veel werk. Met een React gaat het iets vlotter, maar zelfs daar is het pijnlijk. Als je een alias hebt zoals elke web-editor gewoon is, en die komt binnen op je applicatietje, dan gaat je alleen moeten decoden naar iets dat je API kent. Dat is iets dat fascinerend genoeg eigenlijk in geen enkel framework standaard in zit. Dus tenzij dat ze het er nu hebben bijgestoken, moet ervan uitgaan dat je dat nog gaat moeten bijschrijven. Vertalingen. Ja, ik heb die vertaling ingegeven en dat vertaalt niet op die site Ginter. Ofwel moet je al gaan verdubbelen in je Symfony-laag, veel te veel werk. Ofwel moet je toch een manier vinden om je translations van je Drupal naar uw frontends te krijgen. Menus, ja, zijn node-references, dus dat moet ook helemaal omgecast worden naar de UUID's van uw nodes. Ook wel werk, files moesten rechtstreeks gesurfd worden.
Dus dat zijn eigenlijk allemaal custom endpoints die er nog zijn bij komen kijken. Als je daar straks een voorbeeld van wilt zien, van hoe dat in zijn werk gaat, ik ga ze nu niet allemaal uitspitten, want dat is wel in de serie. Ja, zeg maar. Als je zegt, dat de REST API gebouwd, heb je dan de Core REST module gebruikt? Ja. Ja, daar kom ik zo best nog. Maar inderdaad, dus dit is een van die... Ja, eigenlijk is dat niet vreemd, want elk project dat ik al heb gebruikt, waar ik JSON API heb gebruikt, heb ik uiteindelijk de REST module ook moeten aanzetten. Wat op zich wel gek is, maar je hebt altijd wel iets dat er niet in zit, en ofwel gaat je die REST API zelf schrijven, ofwel zet hem op. En dan zo twee endpoint handlers. Vreemd, maar dat is op REST API gebouwd. Hoor. Dus handig en dat werkt heel goed. Dus ja, top. We hebben ondertussen de DevOps van Portavento, was trouwens een heel capabele kerel. Die had alles in containers gestoken. Dus we hadden een front-end container met een PHP framework en een back-end container met andere PHP settings. We hadden er dan een database container van een Solar container. We hadden nog een Redis container, denk ik. Een management container om bepaalde dingen te managen, waar dat Drush en zo in zat. Dus dat waren al een achttal repositories. Daarnaast hadden we nog één repository per front-end project, dus dat ging er ook echt worden. Nog één voor de back-end, je hoort het al, er wordt best wel veel om op te zetten. De documentatie was er ook in geslaagd om ondertussen over de 50 stappen te gaan. Dat is vrij vervelend. Zeker omdat er om zoveel tijd bleek dat je er 10 toch niet nodig had. Dan was het een beetje uitzoeken de welke. Dus wat hadden we zoiets van, ja, eigenlijk het bouwen van die applicatie is echt een deel van deze applicatie geworden. Dus de logische oplossing aan te veel repositories leek ons, wouden we er nog eentje bij. Dus we hebben er nog eentje bij gezet. En daar zat gewoon eigenlijk een buildcode in, om in staat te zijn om je hele framework op te zetten. Dus daar zit wel een separate repository en die is automated. Ik weet niet of er iemand al met Fing heeft gewerkt. Dat is het taak waar we gebruikt. Eigenlijk zat daar niet veel in. Dat was een mappenstructuur. Er waren een paar dependency items en daar waren een paar Fing-commands, om het zo te zeggen, die in staat waren om heel dat project gewoon van begin tot eind op te spinnen. Die ging, en dan hebben we de stappen ook kunnen reduceren naar 3, 4 eigenlijk. Als je gevraagd access, je kloont die repository, je doet een composer install in de build directory waar het Fing in zat en je runt Fing setup en je komt een dikke 20 minuten later kijken en alles draait. Het heeft wel 2 dagen geduurd voordat alles draait, na 20 minuten, maar dat was wel het idee erachter. Nee, we zijn dat ook beginnen mee versionen. Dus dat hield in dat eigenlijk we van ons hele applicatielandschap konden zeggen, ah, dit is de applicatie gelijk dat ze was in versie 1.2.0 en die had al zijn subversies van zijn projecten en die kon daar helemaal mee opschalen. Super handig, ook zeker als er iemand nieuw bij kwam. Portavento werkt met consultants, dus dat gebeurde heel vaak dat dat doorschoof. Het was niet altijd de mooiste code, zal ik zeggen. Fing voor zij die het niet kennen, dus XML-declaraties van Bash uiteindelijk, met wat properties die je erin kan steken en heel wat helpers en ja, je moet het maar eens een keertje gaan bekijken, zeker een aanrader, maar het is eigenlijk end van Java. Dus we hebben dat helemaal opgezet en dan hebben we nog 3 maanden over om het hele project op te zetten, wat al super was. Dus dachten we, ah, ja, goed voor onze setups. Toen kwam de frontender langs. 2 frontenders die mee gingen teamen. En de ene had een Windows computer bij, dat was al heel jammer. En ja, de andere, zijn bash was eigenlijk minder goed ingesteld dan dat we gewoon waren. Wat op zich niet raar is. En wij zijn het heel gewoon om binnen een team te werken waar iedereen dezelfde standaarden heeft. Ja, dus het is decoupled. Eigenlijk kwam er iemand binnen van frontend die Twig en CSS kende. Nog nooit een Drupal-site effectief had opengehaald. Dan kwam er iemand bij die effectief wel ervaring had met front-end frameworks, maar dan wederom eigenlijk geen Drupal-ervaring. Dus onze keigrote setup, die super cool was, die ook deployed naar productie en zo, was voor hun eigenlijk niet zo handig. Deels ook, ja, dat was veel te veel. Die een backend zat erin, die had die eigenlijk niet nodig. Die moesten alleen die front-end teamen. Die waren afhankelijk van elkaar. Ja, die database staat nog altijd bij je lokaal. Die wordt wel in een container ingeladen, maar is afhankelijk van je machine. Dus ja, ik pas iets aan. Ik moet dan vervolgens gaan uitleggen aan die frontender wat dat die moet doen in die Drupal-applicatie, die dan die content. Dus ja, dat werkte voor geen meter. Dus dan hebben we zoiets van, ja, eigenlijk moeten we onze DevOps-setup ook kunnen ontkoppelen. Dan zijn we daar eens naar gaan kijken geweest.
En dan waren we op het idee gekomen om eigenlijk een soort recording te maken van een andere deel. Wat hield dat in? Elke frontend had een recording mapje. Stel dat ik als backend developer die wel de full setup heeft, dan kon ik een configuratie itempje aanpassen. En elke keer als er een call werd gemaakt naar mijn backend, ging die ook een statische file van die JSON in dat mapje zetten. Die kon dan gewoon mee gecommit worden. En als jij als frontender dat opzette, kon jij eigenlijk alleen op PHP en op die JSON-files heel de site laden en tonen. Want voor de rest had die niks te maken met die backend. Dus je hebt een grote set JSON-files. Als ik iets aanpakte in mijn backend, dan ging die, en ik ging dan even kijken, dan stond die JSON-file erin, ik kon dat gewoon mee committen, dat ging naar boven, dat kwam terug naar beneden. En dat zat er bij de frontenders bij in. Misschien niet de meest DevOps fancy manier van werken, maar dat ging wel goed. Dat was ook heel makkelijk om aan te passen en te lezen voor iedereen. Dus elk van die setupjes kon eigenlijk de frontend alleen op basis van een recording draaien. Dat eigenlijk een soort neerslag was van mijn database op Java, JSON-niveau. Dus dat hadden we dan. Dan waren we eigenlijk vrij goed bezig. We zaten nog op schema ook, chockerend maar waar. Dus dan dachten we, gaan ook wat testen, beginnen bij testen. Hè. Al die frontends konden dan toch op hun eigen staan. We hadden die JSON recordings. Dus we hebben twee essentiële stukken gedaan. We hadden zoiets van, eigenlijk het enige echt kritisch punt waar we dan nog tijd hebben om actief veel testing voor te schrijven, is echt die overlaplaag. Aan de ene kant werden de endpoints gewoon gevalideerd op een heel simpele, bijna unit testy manier. Je gaat die applicatie draaien, die ging gewoon die endpoints aanspreken. Vergelijken met een statische JSON, die dan uit een recording kwam. En dan wist je dat het nog hetzelfde was. Moest het veranderen en konden gaan kijken waar dat het zat. En met die recordings hebben we aan de andere kant ook gekeken, als ik een stukje HTML render, heb ik nog al mijn verwachte elementen. Ja, vrij low-key, wel vrij custom, maar wel heel stabiel en snel te gebruiken. Dus, dat is wel handig. En dan het resultaat zag er zo uit, als je niet te ver inzoomt. Er zit wel wat in, al die menus komen uit Drupal. Eigenlijk alleen de banners en zo niet. Ook een volledige search met faceting en alles. Right. Dat was het eerste project. Het tweede project is Limburg.net. Dat hebben we onlangs opgeleverd, nog maar een paar maanden geleden. En daar is een backend proxy van Symfony ingebouwd. Daar komen we nog op terug. Drupal is zowel het CMS als een API die wordt aangesproken door die proxy. Daar kom ik zelfs ook op terug waarom dat dat is. En wij hebben eigenlijk alles in Vue.js components geëmbed in de frontend. Ik zou het tonen, maar het is dus heel klein. Maar dat zit eigenlijk helemaal... Ja, je ziet dat eigenlijk niet, dat die componenten niet uit een Drupal komen zoals gewoonlijk, maar die leven dus wel helemaal onafhankelijk van die Drupal site. Dus ja, waarom hebben we dat gedaan? Planning for the future. Limburg.net had zoiets van, wij willen eigenlijk niet meer dat onze frontend vasthangt aan al onze applicaties. Die hebben ook API's, dat spreken van alles aan, wat tegenwoordig de rage is. Maar we hebben nu niet de tijd om alles eruit te halen. En we willen wel nu een oplossing. Dus ja. We zijn daar heel consistent geweest in de structuur. Vandaar dat die Drupal eigenlijk zelf zijn data doorgeeft aan de API die dat dan teruggeeft aan die Drupal. Om te zorgen dat er op een bepaald moment die nieuwsfeature en zo eruit kan worden getrokken, die moest dan naar een andere applicatie gaan. Zonder dat wij daar eigenlijk veel te veel in Drupal hebben gestoken. Met het klassieke developer. Ja, maar als ik dat rap zo even doe, dan kan ik dat later wel even aanpassen. Dat hebben we bewust niet gedaan door dat heel hard te structureren. Ja, er komen wel compromissen bij kijken, zeker gezien de korte deadline ook. Dus we hebben daar geprobeerd om elke keer die structuur voor te laten gaan op elk ander compromis die we moesten maken. Wat is een API proxy? Dat is echt een Symfony-applicatie die helemaal alleen leeft. Ik denk dat die 8 of 9 verschillende API's aanspreekt. De grootste is Cards, maar dan is er nog iets met glasbakken. Blijkbaar hebben glasbakken een API. Drupal. Dan iets van identiteitskaartcontrole. Die doen wat token dinges, user base controle, al dat soort dingen zit erin. En die is, ja, heeft ook gewoon versioned endpoints op de V1. Maar die heeft geen frontend of niks. Die heeft
iets of wat logging output, maar daar eindigt het dan. En die doet echt alle heavy lifting. Wij doen eigenlijk in de Drupal niet veel. Het tweede stuk zijn de Vue.js. Die spreek je rechtstreeks met de API waar dat ze kunnen. Ik weet niet of er iemand al met Vue.js heeft gewerkt. Lijkt eigenlijk heel hard op React. Het idee is zo hetzelfde. Je hebt kleine componentjes die naar elkaar toe werken en die heel onafhankelijk van elkaar kunnen structureren. Heel handig. Dat is heel licht, dat is heel flexibel. Dat is heel mooi contained. Dat contained ook zijn teaming daarbij in als je dat wilt. En een van de grote redenen is, we hadden ook in-house experience. We hebben daar al mee gewerkt. En dan ook het Symfony team heeft er ook al mee gewerkt. Die bouwt er heel veel van hun frontends in. Dus ja, dat was dan een logische keuze over React. Dat in essentie wel hetzelfde kan bereiken. En dat is een volledig aparte applicatie. Die wordt via Composer als library in Drupal gestoken, maar voor de rest komen wij daar eigenlijk niet aan. Dus het enige wat wij doen als we de Vue.js updaten, is een Composer update van de Limnet frontend. En je trekt die applicatie binnen vanaf een extern punt. En dat extern punt is een Bitbucket pipeline. Die pusht dat naar, met een naam kwijt, een of andere gezipte tar. En die staat daar gewoon klaar voor ons om binnen te trekken met een Composer install. Dus dat is Vue.js applicatie. Dan hebben we dat allemaal en dan hebben we Drupal zelf. Waarom Drupal zelf? Ja, Drupal is keigoed in pagina's, is keigoed in rich context, is mooi gestructureerd over het algemeen, een goede templating engine. Allemaal dingen die we nodig hadden. Daar moest een webshop bij in kunnen. Drupal Commerce is misschien niet de grootste winnaar, maar het werkt wel. En er waren nog altijd heel veel dingen die niet in de API zaten. Nieuwsitems bijvoorbeeld, die ze zelf wou kunnen toevoegen, moesten erin kunnen. In de kijkeritems, al dat soort zaken, moesten toch nog vlot door Limburg.net te beheren zijn. Plus, we moesten die data kunnen exposen naar die proxy, want wij gingen zo weinig mogelijk proberen om rechtstreeks content te tonen, zodat die kan gaan combineren met andere nieuws sources. Een typisch voorbeeld daarvan is de afhaalkalender. Zij kunnen daar zelf via Drupal kalenderitems aan toevoegen. Die kalenderitems zijn gesorteerd via op basis van gemeten, et cetera, et cetera. Drupal exposed die, de API komt die ophalen, verbindt die met de ophaalkalender van de vuilniskar, met de ophaalkalender van dit, de ophaalkalender van dat, en maakt er terug een paar componenten van die dan geëmbed zitten in Drupal, zodat we daar eigenlijk heel snel kunnen afkoppelen. Dus hier hebben we wel gewoon REST API gebruikt, en niet JSON API, omdat we daar veel sneller echt een custom endpoint mee konden maken. Dan moet dit kunnen, dan moet dat kunnen, dan moet dat kunnen. Dat ging heel vlot, we konden snel bijcachen op basis van bepaalde contexten. Nadeel is dus iets meer in-depth knowledge, maar eens dat je ermee weg bent, is het eigenlijk echt super simpel. Werkt op basis van plugins, zoals blokken en al de rest. Dan hangt je endpoint eraf, je krabt een beetje aan je hoofd hoe dat je dat moet aanzetten. Dat is met de REST UI module, die moet je dus binnen trekken, want anders moet het in config doen en dat vindt niemand ooit. Ook echt een aanrader als je de REST module gebruikt, trek REST UI gewoon eventjes bij in. Al is het maar gewoon voor het voorbeeld van de configuratie die je nodig gaat hebben, want ja, daar hebben we wel even op gezocht voordat we doorgaan. En we hadden ook niet speciaal een spec of zo nodig. Gewoon JSON data was prima. Als die wat gestructureerd was, kon die een API proxy er wel mee overweg, want er was nog niet echt een duidelijkheid van wat het later ging worden. Dus hoe simpeler, hoe beter. Dan hebben wij dus al die componentjes. En we hebben gewoon een moduletje bijgeschreven. Dat doen we af en toe ook nog. En dan, die library komt binnen in Drupal. We hebben even gezocht en we zijn dan tot de conclusie gekomen dat het makkelijkste was dat daar nog een JSON-file bij in zit die gewoon oplijst welke componenten dat er allemaal bestaan, welke properties dat we daaraan mee kunnen geven. Daar kom ik zelfs verder toe. En hoe dat alles heet. En dan konden we een moduletje schrijven dat in staat was om eigenlijk die componentjes op alle standaard Drupal manieren op alle plaatsen te komen zitten. Hier gaan blokken plaatsen. Elke view-component krijgt sowieso zijn eigen blok-instance. Ja, een driver, dat is een paragraph, ook daar zit een veld in dat slim genoeg is om gewoon door die components te gaan en nu wat extra opties te geven, standaard tokenizing en zo. Dus dat gaat heel snel. Content editors kunnen zelf
componentjes toevoegen via paragraphs, bepaalde dan, wij kunnen blokken toevoegen en dan integreert dat allemaal heel mooi via de, binnen de standaard Drupal content. Dan, ja, het stukje dat iets of veel technischer is qua architectuur, de data overlap. We hebben ondertussen 3 grote applicaties uiteindelijk. Je hebt Drupal, die zelf nog voor een deel van de content verantwoordelijk is. Je hebt die Vue.js, die voor een ander groot deel van de content verantwoordelijk is. En je hebt die een API proxy waar de, al je logingegevens en zo in zitten. Want je kan niet rechtstreeks in Drupal inloggen. Je logt eigenlijk in de achterliggende API in. Die gaat dan via de proxy Drupal inloggen, bijvoorbeeld. Maar ja, je wilt ook niet al je Drupal login layers weggooien, want dat is heel handig. Dit is de login flow. Je weet dat het veel te klein is om te lezen. Het is maar even om aan te geven. Van, ik vuur hier het Vue.js formulier in. Want dat is wel mijn Vue.js formulier. De Drupal formulieren zijn volledig weggewerkt. Tot daar ik ben ingelogd. En mijn pagina refresh zijn ongeveer 17 stappen. Die door 4 verschillende applicaties lopen. Dus dat was wel even kijken voordat dat allemaal goed zat. Zeker ook omdat je ten alle kosten wilt vermijden dat je ergens duplicaten begint te vragen. We hebben ook altijd gezegd, de API proxy is volledige master over alles. Dus alles wat Drupal doet, van permissions en zo, loopt ook wel halvelings langs daar, omdat die u inlogt. Je kunt niet zelf een username en paswoord in Drupal ingeven, je kunt dat alleen in de Vue.js ingeven, die dan gaat valideren of dat die in orde is, ons een token teruggeeft en wat informatie over uw rollen en dan pas rolt dat verder. Ik heb hier de 3 grote overlappen gelegd. Van de pagina naar de component is er 1. Omdat, stel nu, ik heb een noodpagina, een recyclagepark. Er zitten er 40 of 80 in. En daar staat een Vue.js componentje op. Nu, dat Vue componentje moet zich wel bewust zijn van welke pagina dat hem staat, want anders kunnen we niet de juiste openingsuren tonen. Dat was onze eerste overlaplaag. En die hebben we eigenlijk in properties gestoken in HTML. Dus het enige wat Drupal doet, is 2 heel unieke HTML-elementjes uitspuwen op basis van wat de componentlijst van de library zegt dat nodig is om een bepaald component te renderen. Was dat Chinees? Ja, oké. Dus ik heb een lijst van al mijn componenten. Ik heb het component recyclagepark openingsuren. Daarin in die lijst, die uit, dus in de JSON-applicatie, de Vue.js-applicatie staat, dan moet het HTML-element opening hours recycle park zijn, bijvoorbeeld. En daar staat ook als extra data bij, dan moet de cards ID van het recyclagepark als property op de HTML element hebben. Ik embed dat als blok op elk recyclagepark pagina en op rendertime gaat hij tokenizen en gaat hij daar de juiste ID in zetten en die Vue.js mount zich daarop en haalt zo al die data eruit. Dus die gaat op geen enkele manier een rechtstreekse verbinding maken met Drupal. Eender waar je gewoon een HTML elementje zet, met de juiste cards ID gaat die gewoon automatisch renderen. Die gaat ons niet callen via een API of dat soort dingen in de frontend. Dat wordt echt uitgespuwd in de HTML en opgepikt door de JavaScript van die onafhankelijke library. Dus dat is de eerste connectielaag. We hebben dat zo gedaan omdat dat heel non-invasief is. Als dat ooit ergens anders moet worden gerenderd of zij willen een one-pager met, weet ik veel, voor een nieuw recyclagepark reclame te maken voor een nieuwe openingsuren, kun je dat zelfs rechtstreeks in die HTML typen, en dat werkt gewoon. Zonder dat daar iets van CMS of zo achter komt kijken. Die ID's zijn ook mappings vanuit de Cards API. We hebben die niet zelf verzonnen, dat zijn geen node ID's, dat zijn echte unieke identificatienummers van die recyclage. Dan een tweede die belangrijk is, is van uw component naar Drupal. Er zit nog content in Drupal. En een van de grote keuzes die je kan maken is in welke gemeente in Limburg dat jij zit. Op dat moment moet Drupal ook bewust zijn van die informatie om te kunnen zorgen dat hij bijvoorbeeld de nieuwsitems van iets naar voren zet. Want niet alles gaat al via de Vue.js. Dat is voor fase 2, 3 en de volgende. En dat is gewoon door een cookietje. Die Vue.js heeft een magisch cookietje dat je zet. Je Symfony kan pikt dat op, steekt dat in een service en gaat daar op basis een cache context. Iedereen bewust mee met cache context in Drupal 8 zetten. En op die basis gaat hij ook heel zijn caches afwerken. Dus dat is de tweede connectielaag. Die is heel klein. We houden die ook bewust heel klein, omdat we die er eigenlijk uit willen. Dat ging dus nog. En dan de laatste is van een component naar Drupal. En het enige component dat dat toe is de login.
jij logt in en die gaat toch via die proxy. En daar zijn twee endpoints van Drupal aan voorzien. Dat zijn de enige twee die eigenlijk ooit iets van data van de API terug naar Drupal duwen. En dat zijn uw logingegevens. Dan kunnen wij ook een overeenstemmend usertje bijhouden en zo weinig mogelijk. Er zit geen data in, er zit geen adresinformatie, et cetera, et cetera. Ja, dus het is echt gewoon een API-nummer en dat is het. Het is een volledig lege user, maar dan kun je wel in Drupal user is authenticated of user is heeft die rol gebruiken. En dan laatste, data from proxy to Drupal. Ja, nu spreek ik mijzelf tegen, maar je hebt je webshop. Adresinformatie zit niet in Drupal, zit in de proxy. Jij vult in je webshop in, jij komt daar aan. Jij komt op het adresinformatiepaginaatje. Je wilt dat ingevuld worden natuurlijk, dus dan moeten we dat gaan ophalen. Deze zijn echt wel kritische punten. We hebben er echt heel lang naar gekeken om die zo klein mogelijk te houden en ook zo hard mogelijk te stroomlijnen, omdat het hier mis kan lopen. Alle andere vlakken van al die applicaties volledig los van elkaar, zoveel mogelijk, maar hier heb je eigenlijk echt een wrijvingspunt. Dus dat zijn zo vier echt heel kleine puntjes. Dat zijn eigenlijk, denk ik, in totaal 200 lijnen in de Drupal-code, maar daar zitten dan wel de enige punten dat het echt zo tussen elkaar zit. Ja, naar DevOps kent, dat is handig, want dat is volledig in-house gemaakt. Dus we moesten geen fancy te grote dingen doen. Het was ook niet alsof dat iedereen van ons opeens weg ging zijn en dan een andere consultant ging moeten gaan uitzoeken. Dus we beginnen full setup. We hebben elk project kan zichzelf apart opzetten. Maar bijvoorbeeld de proxies en etcetera, op een centrale acceptatieserver en jij kunt daarvan lokaal ook gewoon op connecteren. Ook alle limited API's waren zo vriendelijk om ofwel read-only te zijn, ofwel ook acceptatieomgevingen te hebben. Dus dat is handig. En alles is geautomatiseerd via Bitbucket pipelines. Dus gepusht, getagged, gepusht in dat build. Heel handig. En je trekt ook gewoon heel veel dingen via Composer terug binnen. Bijvoorbeeld die frontend applicatie zit nu aan zijn 99ste tagnummer, denk ik, of zo. Ja, push je dat en iets later staat die tag voor ons klaar en kunnen wij die binnen trekken. En het resultaat ziet er dan zo uit. Kun je misschien het spelletje spelen, welk stukje is Vue.js? Dit kleine stukje is Vue.js. Deze is Vue.js. Combineert data uit zowel de glasbollen API, de recyclagebakken en dan externe. En dit is een combinatie van bijvoorbeeld de informatie die uit Vue.js komt, waar dat ik woon. Die zit nergens in Drupal, ondanks het feit dat ik die eruit spuw. Waar dat de volgende aflevering komt. En daaronder staan bijvoorbeeld nieuwsitems, die komen niet uit Vue.js, omdat daar geen combinatie tussen zit. Hier dan nog niet rechtstreeks een Drupal-blok, standaard Vue. Bijvoorbeeld hier, dus ook een standaard Drupal-link, die allemaal mee geïntegreerd worden. En hier staan vier controllers. Right. Ik denk dat ik ongeveer genoeg heb gepraat. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat dat het is. Dus voor mij de drie key takeaways voor elke applicatie. Denk eerst altijd aan de use case. Er zijn keiveel manieren om een API te maken. Heel veel van die use cases zijn super uiteenlopend. Heel veel mensen zeggen ook, je moet het zo doen of je moet het zo doen. Maar die zitten vaak ook binnen één use case te denken. Een open data portaal is iets helemaal anders dan een content management push systeem, is iets helemaal anders dan een time tracking applicatie, et cetera, et cetera. Wij zitten vaak in die CMS use cases, waar de, je vaak beter bent met versioning en een vrij eenduidig endpoint dat je voldoende data meegeeft, dan dat je zij met heel intelligente links. Omdat je daar vaak in de consumer kant heel veel extra moeite gaat moeten insteken, zonder dat je er eigenlijk veel op wint. Want als ik de nieuwspagina wil, dan wil ik, zoals bijvoorbeeld met de JSON API gebeurt, niet elk paragraaftype apart gaan aanspreken. Ik wil gewoon de data die op die nieuwspagina staat. Terwijl bijvoorbeeld, als je inderdaad heel uiteenlopende data-objectjes hebt die aan elkaar hangen, dat je dat wel zou willen, want je wilt niet die hele keten. Denk altijd in structurele lagen. Ik bouw meestal eerst heel duidelijk de API-kant helemaal uit. Ik schrijf al mijn controllers, ik schrijf al mijn interfaces eerst. Ik schrijf aan de andere kant alle consumers eerst. Aanzien map die zo uit. En pas dan ga ik een eerste implementatie beginnen schrijven. Dus, en die dingen kom ik waarschijnlijk niet meer aan, tenzij dat daar echt
een of andere gigantische fout in zit. Ja, heel veel dingen zijn data doorgeven. Dan moet je, dan kun je beter gewoon ineens juist en duidelijk zetten en dan afblijven. Ja, let gewoon heel de tijd op die data overlap. Dat zijn de enige punten waar dat volledig mis kan lopen en daar zijn we heel lang naar aan het zoeken. Stroomlijnt dat zoveel mogelijk, denk daar op voorhand over na. Zie waar dat je hoofdpunten liggen en naar waar dat de data stroomt. Wie dat de meester is over die data. Ook al is dat extra werk, is het soms echt nuttig om dat te doen in plaats van, ik weet dat eigenlijk hier al, ik kan dat ook rechtstreeks doen zonder dat ik de leer erbij betrek. En op een bepaald moment, maar we hebben daar. Dus probeer dat altijd heel duidelijk te zeggen van, dat zijn de hoofdzaken en we sturen al die data naar daar en we overlappen zo weinig mogelijk. Zijn er nog vragen? Limburg.net zat aan de, mag ik dat zeggen? Wow. 80, welke niet. Ik denk dat dat uiteindelijk aan 80 en 90 mandagen was verkocht voor de eerste fase. Misschien moet je ook getal wat de actuals zijn. Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik aan Kevin vragen wat de actuals zijn van Limburg.net. Ik zal het opzoeken. Waarvoor de vraag? Waarom? Ja, dat is wel veel werk, want daar hebben we wel op Limburg.net hebben twee teams. Ja, want Limburg.net is verkocht voor 300 of 400 dagen en is er 400 dagen 450 opgeleverd. De gemiddelde grootte van de projecten van team Kevin, wat als Granga onderdeel van is, is wel minstens 300 dagen. Dus ja, dat doet je niet in een project van 20 dagen. En ik denk de haven van Antwerpen, daar heb ik 50 dagen gezeten uiteindelijk. Maar daar was ook nog wel iemand anders bij die de frontend heeft gedaan. En dan was er nog een tweede backend developer die er ook 20 dagen heeft gezeten. Maar dat is ook eigenlijk een vrij kleine site. Ja, er was ook al een stuk. Hè. We hebben daar gewoon heel veel van gerefactored. Maar eens dat merkt ook wel, eens dat je zo wat, want nu voor ons nieuwste project Infrabel, zijn we ook die Limburg.net embed Vue.js. Zijn we dat ook aan het doen, ondanks het feit dat daar niet rechtstreeks een backend API aan zit, zijn wij toch bepaalde stukken content aan het exposen, omdat die Vue.js veel lichter is, veel aangenamer naar gebruikerservaring toe dan ja, zo'n Ajax call, dat werkt keigoed in een API, maar ik zie dat robbertje, terwijl die Vue.js draait echt heel heel vlot. En we hebben die setup nu wel, en we hebben die ook al wat overgenomen van het Symfony team die vaker gebruikte. En dan zit die marge eigenlijk heel laag van wat je er nog op verliest. Het is echt, die ervaring wat opbouwen is soms pijnlijk en dat is soms ook echt wel vloeken en zoiets van. Ja. Soms doet dat echt de raarste dingen en dan wil dat echt niet mee. Maar eens dat je weg bent, is het eigenlijk, die componenten zijn heel klein. Hè. Het is gewoon wat informatie tonen op een vlotte manier en dat goed doorladen. Dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Want ik gebruik het heel vaak ook nu als ik bijberoepprojectjes doe. Als ik echt een complexere frontend pagina, een kalender of zo moet maken, steek je dat bijna standaard gewoon in Vue.js. En dat is die plugin schrijven, structureert die data, gelaten in JSON data, die Ajax call code. Well, het grootste deel daarvan is standaard en de 15 lijnen dat je bij moet schrijven met een HTML ertussen, is dan eigenlijk bijna direct gebeurd. Het is vooral echt je setup even goed krijgen, daar eens over nadenken, daar heel veel op vloeken. Dat veel tijd kost in het begin, maar ja, eens dat je ermee weg bent, ça va wel eigenlijk, qua tijd dat je er extra in steekt. Tegenover zeker, dat voelt super modern. Hè. Dat hapert nooit meer. Dat is, ja, top. Gaat al de viewcode refactoren naar React als ze React en Drupal doorsteken? Nee, dat denk ik ook. Ik heb ook zoiets aan, en dat is wel vaker waarom, tenzij dat je er echt een meerwaarde uithaalt. Waarom zou je dat allemaal refactoren? Want uiteindelijk, dat is ook de reden waarom dat we bij. Want het eerste gevoel bij Port of Antwerp was ook zo van, de structuur is misschien. Maar als React in Drupal Core komt te zitten, dan Contrip, van zowel React in Drupal Core voor de adminpagina's eerst. Ja. Daarna voor Contrip ook beschikbaar maken. Maar dat wil zeggen dat als je view-componenten al hebt staan,
En je hebt het in Drupal Core wordt ingeladen dat je twee libraries voor je frontend gaan moeten inladen. Dus je... Ik denk, ja. Eerlijkheidshalve denk ik dat dat ook nog wel even gaat duren. Maar ik weet dat ze dat niet graag horen. En aan de andere kant, ja, dan heb je twee lagen, maar dan denk ik ook echt in mijn eigen, waarom zet je mij aan het forceren om React te gebruiken? De kans is heel groot dat je dan ofwel echt een decoupled systeem krijgt, dat je zoiets hebt van, oké, laat dat maar zo, dan doe ik het zelf wel. En dan laat ik liever mijn frontend die al draait staan, dan dat ik nu, ja, je een backend pak om mijn backend die al werkt te vervangen. Maar stel dan dat ze dat doen en dat je bijvoorbeeld de kalendermodule werkt ook met een component in React. Dan ga je zelf en je eigen site een component gaan maken in Vue om... Ja, ik denk op het punt dat het er echt allebei in zit, dat we waarschijnlijk gaan herbekijken of dat het dan nog nuttig is om de Vue erbij op te zetten of niet. Maar zolang dat niet gebeurt, zie ik geen reden om al die componenten om te roepen. Maar ja, dat is op zich wel. Maar ik hoop dat ze dan... Ah ja. Ergens vind ik het allemaal heel chic dat ze dat proberen ontkoppelen, maar ergens denk ik dan ook, dan hoop ik dat ik zelf de keuze krijg welke momenten ik heb. Want anders is het niet ontkoppeld, hè. Als het erbij in zit en ik kan niet anders, dan had Theo gewoon kunnen laten zoals het was. Ik heb de discussie gewoon gevolgd in de issues en ja. Dat was... ja, er is wel een video over gemaakt, ja. Ja, maar ik, niet 80 of 90 dagen. Hè. Maar dat is hoeveel dat wij erop mochten spenderen van Deft van Team Kevin, denk ik, ongeveer. Dat is want heel goed geregeld van uw projectmanager. Kevin zei tegen ons, 90 dagen Deft, dat moet afstaan. Maar ja, dan zit er nog de API-kant van Symfony en zo achter. Ja, dat is een ander team. Analyse enzovoort. Ja. Oké, okay, ja. Dat is een presentatie. Dankjewel. Ik ga nog een stuk pizza, dus. Ja, voilà. Ah, ik vind je dat ook wel goed.